Die Masked Singer van dit jaar staat op het punt plaats te vinden. Nu is het tijd om de show voor te bereiden en vooraf op te nemen. Het publiek in de studio dat live kijkt, zal zeker heel blij zijn. Maar het is jammer dat er een incident heeft plaatsgevonden dat behoorlijk gevaarlijk was voor een publiek. Er ging een lamp kapot en die viel op de vrouw op de tribune. Volgens getuigen zat de vrouw op een van de eerste rijen. Ze had bloed op haar hoofd en de show moest minstens een half uur stoppen. Jurylid Gerard Joling was er het boost over. Hij riep dingen als, hoe kon dit nu weer gebeuren? Vervolgens werden hun microfoons uitgeschakeld. Iedereen was onder de indruk van de beroemde zangshow. Maar gelukkig raakte de vrouw niet ernstig gewond. De show kan doorgaan. Het is bijna klaar. Er moest nog één liedje van 2 minuten worden afgemaakt, zei de getuige. Wat ik verrassend vond, was dat naarmate de show vorderde, er niets over die vrouw werd gezegd. Van boven het publiek riepen mensen, hallo, alles goed daar? RTL bevestigde dat er sprake was van een incident, maar zei dat er een gloeilamp op een vrouw viel. Een woordvoerder zei, er is dus geen lamp, maar een gloeilamp uit de versieringen. Ze werd vervolgens verbonden en wilde de show gewoon zelf zien. Volgens getuigen was het nog veel erger. Het was absoluut groter dan een gloeilamp en een van de lampjes op de kabel viel naar beneden toen ik hem optilde. Sau đó cô ấy được băng bó và chỉ muốn mình thử xem buổi biểu diễn. Theo nhân chứng, mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Nó chắc chắn lớn hơn một bóng đèn và là một trong những chiếc đèn trên dây cáp đã rơi xuống khi tôi nhấc nó lên.